Ongein op de Nürburgring, daar kijk ik uh, maar al te graag naar. En dan was ik er laatst achtergekomen dat er zelfs een TikTok-account van is, genaamd uh, Nurbcrash. Daarbij wil ik ook gelijk even vermelden dat uh, mijn uh, voorgaande TikTok-account, genaamd GameMeneer1, is veranderd naar GameMeneer. Met een vinkje erbij. Dus je hoeft niet meer dat eentje erachter uh, te zetten om uh, mij te kunnen vinden. Zo! Hé? Maar hoe komt hij daar? Hoe, hoe heeft hij zijn zeg maar, uh, auto zo op de zijkant gekregen? Dan moet hij echt hebben gesprongen over een curb heen. Oeh, 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 Daar schrik je toch ook helemaal de tering van. Oh, dit is helemaal. Dit is niet de Nürburgring. Waar is dit wel? Een Hockenheimring. Goed glijertje. Oh, ongelukkig. Hij ging er niet vroeg. Ja, hij kon hem niet goed genoeg corrigeren. Maar welke bocht is dit? Oh, ik weet het al. Ja, ik weet al welke bocht dit is. Ja, ja, ja. Ja, wat had hij beter kunnen doen? Nou, waarschijnlijk sowieso al beginnen met. minder snelheid doorheen mee te nemen. Want dat ding breekt gewoon uit. Hij probeert hem te corrigeren. Lijkt het nou aan mij of is zijn linker voorband zo onnatuurlijk scheef? Is die, is, die, is die wel in orde? Je zou bijna zeggen die is afgebroken of wat, nou, wat het ook uh, mogen wezen. Kut man, deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Hadza. Hatsa is een handige shoppingbuddy om je favoriete items op te bewaren en te organiseren. Sinds kort gebruik ik Hatsa om eigenlijk een verlanglijstje te creëren. En het handige aan Hatsa is, is dat je bepaalde boards kunt maken met verschillende categorieën. En die categorieën kan je helemaal zelf invullen. Zo heb ik bijvoorbeeld iets voor kleding, gaming spulletjes en man, hebben dingetjes. Het werkt eigenlijk heel simpel. Zo kan je bijvoorbeeld een nieuw board aanmaken, dus een nieuwe categorie. Ga je een nieuw boord aanmaken op je dashboard? En laten we deze elektronica noemen. Kan je bepalen wat je met het boord wil gaan doen? Wil je inspiratie of wil je vergelijken? Wil je je boord openbaar staan of liever privé? Wil je tegel of lijst weergaven? Wil je wel deelnemers of geen, geen deelnemers? Nou, stel je wilt wel. Budget, nou, laten we ook maar wel doen. Binnen budget, 500 euro. Boord aanmaken. Om mensen uit te nodigen die dan toegang kunnen hebben tot jouw board. Kan dat door middel van Facebook of via de e-mail of gewoon via een linkje. Maar oké, okay, dan is dit je board. Leuk. Om dan een product toe te voegen, staat er hier: begin met producten plaatsen of het plusje rechts onderin. Zo zou je dus ook weer deze opties kunnen doen, maar voeg een nieuw product toe. Nou, ik wil toevallig deze. Product selecteren. Informatie wordt opgehaald. En oh, nou dat is inderdaad het product wat ik wilde hebben. Dus even kijken: toon een webshop. Maar omdat ik deze heb genoteerd, gaat hij ook gelijk allerlei andere opties opzoeken. Mocht bijvoorbeeld een product in een van je boards een prijsverandering krijgen, dan kan je daar gewoon een push-notificatie van krijgen. Vooral handig als er korting is. Persoonlijk vind ik dit heel erg handig bij verjaardagen of gewoon feestdagen in het algemeen. Want wat ik eerst had, waren veel verschillende verlanglijstjes en het was overal en het was eigenlijk een beetje chaos en dit is gewoon één georganiseerde plek. Wil jij een georganiseerd overzicht creëren voor je eigen verlanglijstje? Of wil je toegang hebben tot het verlanglijstje van je vrienden of familie? Maak dan even een account aan op Hadza. Je kunt er zelfs mij op volgen als je dat zou willen. Het maakt het allemaal een stuk handiger. Hadza, bedankt voor het sponsoren van deze video. Gaan we nu door naar de content. Oh. oh, wat een klote bocht om te spinnen. Ah, weet je, gewoon netjes. Uiteindelijk, hij blijft gewoon... Ik wilde zeggen, hij blijft gewoon op de rem staan. Hij blijft op zijn plek staan. Dus mensen weten zeg maar wat ze kunnen verwachten. Dat is ook een beetje eh, eigenlijk de truc. Dat doet hij heel goed. Zodra hij is gespint, op de rem. En er niet meer vanaf komen. Natuurlijk, uiteindelijk mag hij wel gaan. Maar um, als, je, als je gaat bewegen op zulke lage snelheden. Zeker bij zo'n snelle bocht zoals daar. Als je dan gaat rollen of wat dan ook. Je zo oh, wie je niet willen, hoe je, je niet willen. Ga je ongelukken mee creëren. Oeh, 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 oeh. Luck or skill. Ik zou zeggen luk. Want ik denk dat hij wel te houden viel, hoor. Want hij breekt helemaal niet zo erg uit. Tenminste hij vangt hem vroeg op. Maar dan is het ineens van oh. Hij corrigeert zichzelf. En dan slaat hij ineens weer door naar de andere kant toe. Maar die persoon zal ongetwijfeld heel blij zijn. Dat hij niet een muurtje heeft getikt. Een Fiat 500. Met één achterwiel. Heel netjes. Of nee, nee, het zijn er wel twee. Het zijn er wel twee. <laughs> Mensen verzinnen de gekste dingen, joh. Mensen verzinnen de gekste dingen. Mooi. Prachtig. Oeh, te wijd. Uh, netjes. Goed hoor. Ja, die zal wel even schrikken inderdaad. Maar uh, dan is het ook gewoon... Met dat, zeker als je zo'n fout even maakt... Is het zo lastig om jezelf dan weer even te resetten. Want het gelullen is van... Ah, ik heb een fout begaan. En dan blijf je die fout blijf je constant doornemen in je hoofd. Terwijl je eigenlijk door moet rijden. Waardoor je niet meer je volle concentratie hebt voor de komende bochten. Oeh, schrapertje. Oeh. Oeh, 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 oeh. Oké, okay, um, hemel. Dus hij komt hier aan. Misschien dat hij te vroeg op het gas ging. Kijk, we, we zien natuurlijk niet het complete plaatje. Plus, we zien het in een verticaal venstertje. Dus ik heb niet de volledige informatie. Maar ik zou zeggen bij dit: Ja, of de initiële lijn was gewoon te wijd, of hij ging te vroeg op het gas, waardoor je naar buiten onderstuurt. Uh, hoe dan ook, ik kwam op het gras terecht. Probeert hij te corrigeren, maar jij ja, tikt de muur, waardoor je niet helemaal meer de controle hebt. En ja, de rest is uh, geschiedenis. Jezus. hè? Maar je ziet ook gewoon de lijn van deze Renault. Zie je gewoon, ah, dit gaat gewoon prima, weet je. En die gaat, verhip, ik haal de bocht niet. Maar die ging er ook veel te snel doorheen. Die ging er veel te snel doorheen. Het snelheidsverschil tussen deze Renault en nou, die. is gigantisch. Soepel, hop, plop. Er is een regel die je moet hanteren. Of ja, nou ja, het is gewoon een regel: langzaam in, snel uit. En dit was een geval hier van snel in, langzaam uit. Of snel in crash eigenlijk. De kunst aan, aan het rijden natuurlijk is. Eigenlijk je kunnen focussen op de exit. Op welke manier kom je het beste uit de bocht? En vaak genoeg kan je dan als richtlijn hanteren: langzaam in, snel uit. Hmm, zijn lijn was vreemd. Hoor je niet? Ik, ik, ik heb het gevoel, kijk, dat je hier meer aan de binnenkant moet zitten. Want hij blijft nu best aan de buitenkant. Waardoor hij dus het gras raakt. En daardoor verliest hij het. En dat zou ook wat logischer zijn. Als je wat meer aan de binnenkant zit. Als je hier meer aan de binnenkant zit. Dan uiteindelijk kan je. Tenminste, ja, je moet zeg maar dat, dat, dat bochtje waar die net was. Die moet je dan wat meer opgeven. Ook al leek het wat meer op een langzame knik. Uh, moet je wat meer die opgeven. Zodat je uiteindelijk deze bocht. Die ziet er al veel heftiger uit. Dat je daar de juiste lijn doorheen hebt. Maar door die initiële knik te snel te nemen, kom je uiteindelijk te wijd uit. Ja, in dit geval het gras. Maar sowieso, al raakt hij in het gras niet, dan had hij in zekere zin moeten kruisen. Om uiteindelijk. Nou, het is geen soepele lijn. Ongekend ook. Gleiertje. Bob. En het lijkt zo'n zacht tikje, hè? het lijkt zo'n zacht tikje. Die hele voorkant is naar zijn knoppen, joh. Ongekend, Bob. Ah, joh, pijn, pijn. Ik zet hem wel netjes aan de kant, maar ja, alle troep ligt op de baan. Het lijkt op een natte baan. Ik zou het zeggen in dit geval, want we, we, het, het filmpje begint eigenlijk al dat hij enigszins zijwaarts staat. Ik denk dat hij gewoon te vroeg op het gas ging en te hevig op het gas ging. Laat ik het zo zeggen. De kont, die brak uit. En dan probeert hij hem te corrigeren. En dan is van, oh, verhip. En... Netjes. Ja, glijertje. Maar hij glijdt puur uit, omdat hij over de curbstone gaat, volgens mij. Want als dit gewoon vlakke ondergrond was, heb ik het gevoel dat hij hem wel hield, hoor. Maar omdat er ineens zo'n... Die, die kont ging zo omhoog vanwege die curbstone. En ik denk dat hij daardoor even een klein beetje ontregeld werd. En het had wellicht ook voorkomen kunnen worden dat. Ja, ik denk dat als hij zijn stuur meer open had gedraaid. En dat hij dus eigenlijk de curbstone wat rechter benaderde. Uh, want kijk, wat hij wilde is eigenlijk de curbstone compleet niet raken. Maar daardoor verlies je hem dus. Ik denk juist dat als hij het wat meer accepteerde en zijn stuur wat meer open draaide, dat, hij, dat er dan niks aan de hand was. Hé, hey, dit is diezelfde bocht als de mini. Hm, waarom breekt hij uit? Hij breekt echt al heel vroeg uit. Het is echt, hier is, uh, oh, uh, is hij hem al kwijt. Misschien een te losse achterkant of zo. Ja, hier is hij hem kwijt. Hoi. Het is veel snelheid door de bocht heen. Lastig, lastig. Och, 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 zo zonde. Oh. Je ziet hem echt zo hier bij zo'n hobbeltje. Er zit hier een klein hobbeltje. Je ziet hem zo even zo induiken omdat de baan gaat weer omhoog, zeg maar. Dat ontregelt die auto hem gewoon. Want hij stuurt gewoon in en je ziet hem gewoon zo, wop. En dan breekt hij uit. Ik zou zeggen dat hier dat lijntje ongeveer zit. Hier breekt hij ongeveer uit. Dus ik hou mijn muis er ongeveer bij. Wop. Ja. Je ziet hem induiken en dan ineens krijgt hij een slag en overstuur. Ja, en dan is het corrigeren en dan. Ja, te laat. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Hij ging zo goed. Hij ging zo goed. Kijk hem gaan. Prachtig. En het was, hij zet hem recht. Zal dat dan toch dat ene arrogant handje zijn geweest? Want je ziet zo zijn hand uitsteken. Ik wil hem niet liken. Ga weg. Je ziet hem zo arrogant. Dat handje uh, in de lucht. Jeeeeee. En toen nog zo. Oh, kut. Ik moet corrigeren. in mijn hand was er eigenlijk niet. Oh, Bob. Zal het het handje zijn geweest? oh. oh. Het is zo glad. Oeh, Echt? Je kakt in je broek. Omdat zo'n klootauto heeft zo verschrikkelijk veel koppel. Ja, hij komt uit de bocht en het is gewoon klaar. Het is zo nat. Ach, ach, ach. Die gaat echt op 60 km per uur de rest van de baan uitrijden. Dames en heren, ik wil jullie vriendelijk bedanken voor jullie tijd. Uh, twee video's staan naast mij. Mocht je toevallig nog meer van mij willen zien, dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei. doei.